In de video van deze week gaan we tekenen, schilderen en ook gewoon gezellig even bijkletsen, want ik heb dat wel even nodig. Ik zit momenteel in een fase in mijn leven dat ik superveel verschillende dingen mee bezig ben, zowel zakelijk als privé. En ik zit nu ook eindelijk op het punt dat ik een paar dingen met jullie durf te delen en een aantal dingen die ik ook gewoon heel graag met jullie wil gaan delen. Dus dat gaan we sowieso doen in deze video. Ik had dus afgelopen week had ik opeens inspiratie gekregen van heel veel verschillende YouTube video's kijken en voorliefde voor aardbeien en diertjes en kleurtjes en de lente en de zon. En eigenlijk alles viel gewoon helemaal op zijn plaats. Het begon met één heel simpel idee. En dat idee heeft mij helemaal ingenomen en overgenomen. En toen kreeg ik nog meer ideeën. En ja, dat gaan we dus uitwerken deze video. Om daar gewoon één hele leuke illustratie van te gaan maken. Om te beginnen begin ik met het uitwerken van een schets op de iPad. Gewoon omdat ik het dan soms wat makkelijker vind om te spelen met compositie. En dan kan ik wat verschillende ideeën heel snel op die manier uitwerken. Daarna ga ik het gewoon overbrengen op aquarelpapier. En dan gaan we gewoon met waterverf spelen. En met kleurpotloden heb ik super veel zin in. Ben ook nu al heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Dus laten we daar maar gauw mee gaan beginnen. Voordat ik jullie helemaal ga bijkletsen, lijkt het me verstandig om het eerst even te hebben over de illustratie die ik ga maken in deze video. Zoals ik dus ook al in de intro zei, was ik door onwijs veel verschillende dingen geïnspireerd. Wat vervolgens heeft geresulteerd tot het maken van deze video en van deze illustratie. Ten eerste had ik een aantal toffe YouTube video's gekeken van onder andere Bailey J, Casey Golden en Mariah Elizabeth. Waar ik allerlei toffe aspecten zag die mij enorm aanspraken. Denk aan gebruik van kleur, creëren van een eigen wereld en ook het combineren van aquarelverf met kleurpotloden. Iets wat ik al vaker heb zien langskomen, maar nog niet eerder zelf heb kunnen uitproberen. Maar voordat ik echt kon beginnen met het maken van illustratie, heb ik eerst wat extra tijd gespendeerd aan het schetsproces en het opbouwen van mijn eigen wereld. En heb ik dus ook vragen beantwoord als wie wonen er in deze wereld, wat is hun beroep, uit welke kleuren bestaat deze wereld en ga zo maar door. En wonder boven wonder kwamen de antwoorden op deze vragen bijna vanzelf naar boven. Ik zat namelijk zo extreem in de creatieve flow dat ik hier gewoon een aantal dagen constant mee bezig was. Zowel in gedachten als het daadwerkelijk uitwerken op papier. Na een hoop wikken en wegen, want ik kon natuurlijk niet al mijn ideeën in één keer verwerken in één illustratie, aangezien het dan veel te druk zou worden, heb ik uiteindelijk op de iPad de uiteindelijke schets uitgewerkt, omdat ik het fijn vind dat ik digitaal iets meer vrijheid heb als het gaat om dingen verschuiven en de compositie aanpassen. Maar hoewel ik al een hoop aspecten heb uitgewerkt van deze wereld, ook een aantal dingen die helemaal niet te zien zijn in deze illustratie, maar die wel in mijn hoofd zitten, kom ik op twee punten nog niet helemaal uit. Namelijk de naam van deze wereld en de naam van onze nieuwe muisvriendin. Dus mocht je hier een leuke suggestie voor hebben, laat het me dan vooral weten. Voor nu heeft deze illustratie de naam gekregen Strawberry Fields. Ja, Engels. Geen idee waarom, maar dat is wat in me opkwam. Dus daar moeten we het maar mee doen. Mocht je deze illustratie nou net zo leuk vinden als ik, dan heb ik trouwens leuk nieuws. Ik heb op mijn Etsy shop nu een digitale download staan van deze illustratie, zodat jullie hem ook kunnen gebruiken als kleurplaat. Dus mocht je het tof vinden, check dan vooral eventjes de link in de omschrijving. Dit is in ieder geval de schets geworden en ik ben zo tevreden met de schets dat ik ook hem niet ga natekenen op papier, maar dat ik hem ga overtrekken met behulp van de Lightpad. De Lightpad die ik gebruik, die is van de Action en ik ga het overtrekken op ook voor mijn nieuwe papier, namelijk deze Arches Hot Pressed aquarelpapier. Ik dacht, laat ik mezelf eens verwennen, eens kijken waar de hele hype over gaat. En het leuke dus van dit papier is dat het dus aquarelpapier is. Het is 300 grams. Maar je zit dus totaal eigenlijk geen structuur in. Het is super, super glad. En aangezien ik strakjes eerst een basislaag wil maken met aquarelverf. En daarna met kleurpotloden erop aan de slag wil gaan. Leek mij dit wel een heel goede optie om een keer op die manier te gaan proberen.
Ik gebruik deze iPad nu iets meer dan een jaartje en ik moet zeggen dat ik echt enorm tevreden erover ben. Volgens mij is deze trouwens nog steeds regelmatig te koop bij de Action, zelfs een A3 formaat ook tegenwoordig. En de A4 versie kost iets van ongeveer €9,99, €12,95, iets in die richting. En zoals je ziet doet hij het ook prima met 300 grams aquarelpapier, al is het wel handiger om je omgevingsverlichting iets zachter te zetten, zoals je het iets beter ziet. Zelf had ik de filmverlichting eventjes iets rustiger moeten zetten. Want ja, filmverlichting is voor jullie heel erg mooi, maar heel erg onpraktisch als ik iets wil overtrekken. Maar no worries, dat licht gaat zo meteen gewoon weer aan. Oh, en nog even iets over licht. De tweede camera die ik gebruik, die staat iets te fel qua instellingen. Dit is namelijk de nieuwe camera. En hij en ik zijn elkaar nog een beetje leren kennen als het gaat om het vinden van de juiste instellingen waar we ons prettig bij vinden. Een erg leuk proces. Ik ben onwijs blij met deze nieuwe camera. Maar het is ook een leerproces wat een klein beetje extra tijd nodig heeft. Het papier wat ik gebruik is het hot pressed papier van Arches. Naar mijn idee is het altijd wel iets meer luxe aquarelpapier geweest. En ik moet ook zeggen dat ik begin te begrijpen waarom. Sowieso is dit papier super glad. Het heeft dus eigenlijk helemaal geen textuur. Iets wat met cold press papier je natuurlijk wel hebt. En hoewel ik over het algemeen juist heel erg hou van textuurpapier, was dit heel erg fijn voor dit onderwerp, aangezien het al wat drukker is qua kleur. En het gladde papier vervolgens ook heel fijn werkte met het gebruiken van de kleurpolloden. Ik heb mezelf trouwens ook nog extra verwend met het cold press papier van Artjes. Ik had een beetje last van keuzestress, heb ik wel vaker. Al heb ik dat papier nog niet kunnen uitproberen. Ik zal sowieso de linkjes van alle producten die ik gebruik tijdens deze video plaatsen in de omschrijving, zodat je op die manier alles gemakkelijk terug kunt vinden. En dan nu het stukje waar jullie allemaal op gewacht hebben. Of wellicht is helemaal niet. En denk je, Smeen, hou op met kletsen. Maar mocht je dat denken, dan sorry en pech gehad. Want daar is deze video voor. Maar zoals ik dus al zei, heb ik een hoop bij te kletsen met jullie. Zo wil ik het met jullie hebben over Crea Doe Online, een lifestyle verandering waar ik momenteel mee bezig ben, een kinderboek waar ik aan werk en de nieuwe collectie wat een klein beetje vertraging heeft opgelopen. Laat ik beginnen met Crea Doe Online. Het laatste weekend van mei is er weer een online editie van Crea Doe. Afgelopen oktober was dat ook het geval. Toen was ik gevraagd geworden om een live workshop te organiseren. Dat was super leuk. Meer dan 500 mensen waren daarbij. Was echt super bijzonder. En dit keer hoop ik dat dat ook het geval gaat zijn. Maar ik doe dit keer niet vanuit mezelf. Maar ik ben ingehuurd door Tombow Benelux om maar liefst 2 verschillende workshops te geven. De eerste workshop die ik ga geven is met de Tombow ABT Dual Brushpennen op waterbasis. Hier gaan we samen een hele toffe City Skyline boekenlegger maken. En in de tweede workshop leer ik hoe je mooi kunt blenden met de Tombow ABT Pro alcoholmarkers. Meedoen met deze workshops kost €9 voor een ticket. En deze ticket voor Crea Doe is het volledige weekend geldig, zodat je alle workshops kunt volgen. Dus voor duidelijkheid, je koopt 1 ticket om vervolgens alle workshops te kunnen volgen. En hoewel nog niet alle workshops bekend zijn, zijn die wat er wel bekend zijn al super tof. Denk aan Karen Luttenberg, Nienke Vletter, Karen Joan en nog veel, veel meer. Mocht je dat weekend niet kunnen of niet alles kunnen volgen dit weekend, dan niet getreurd, want je kunt de video's zelfs achteraf nog een tijdje terugkijken. Mocht je precies alles met me mee willen doen tijdens 1 of beide workshops die door mij worden gegeven, ook dan heb ik super tof nieuws. Op de webshop van Handletter Doen We Zo zijn er verschillende workshoppakketten te koop, zodat je exact dezelfde producten hebt als die ik gebruik tijdens de workshop. Mocht je niet een pakket willen of kunnen aanschaffen, dan kun je alsnog de workshop gewoon meevolgen of gewoon lekker meekijken en de spullen gebruiken die je hebt. Al wil ik wel even benadrukken dat het gebruik van het goede papier nog belangrijker is dan het gebruik van dezelfde kleuren. Dus voor de boekenlegger workshop heb je echt goed aquarelpapier nodig. Liefst ook gewoon 300 gram. En voor de alcoholmarker workshop is goed bristelpapier echt essentieel om een mooi resultaat te krijgen. Ik zal in de omschrijving zowel de link voor de Crea Doe tickets plaatsen als de linkjes voor de pakketten en voor het losse papier. Hopelijk vind je dan alle informatie die je nodig hebt. En mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je die altijd stellen in de comments. Daarnaast ben ik qua werk ook druk bezig met het maken van illustraties voor een kinderboek genaamd Jill en Julia Bang in het Donker. Een kinderboek over het overwinnen van je angsten, iets wat mij enorm aanspreekt zoals jullie weten.
Het leuke en tegelijkertijd ook het uitdagende aspect van het werken aan dit kinderboek is vooral het verwerken van de inbreng van verschillende personen. Dit boek is namelijk bedacht door broer en zus Bjorn en Yvette. Bjorn heeft een verhaal geschreven en Yvette heeft de tekeningen erbij bedacht. En ik hoor jullie wel denken, maar Jasmin, wat is dan jouw aandeel in het boek? Nou, ik ben ingehuurd om de tekeningen van Yvette onder andere te digitaliseren, maar ook om enkele foutjes qua compositie en bouw te verbeteren en om ervoor te zorgen dat alles één mooi geheel wordt. Zoals jullie weten is het tekenen van lichaamsverhoudingen, proporties en mensen in het algemeen een van mijn grote leerdoelen dit jaar. En geloof me, het illustreren van dit boek helpt hier enorm mee. Dit is een onwijs tof project om aan te werken, maar ook een project waar ik al meerdere malen mijn vingers aan heb verbrand. Want oh, jeetje, dit is echt zoveel meer werk dan ik had gedacht. In eerste instantie had ik dit project aangenomen om gemakkelijk een aantal uur naast het maken van de YouTube-video's te doen. Maar de deadline voor de illustraties is eind april en de weekenden worden langzamerhand steeds voller qua werkuren en zijn dus geen weekenden meer. Dus werkbalans en planning is nog iets waar ik enorm hard aan moet werken. Iets wat ik nu ook keihard aan het leren ben, want die muur waar ik tegenaan ben geknald, die is toch wel heel erg aanwezig. Het boek pre-orderen is trouwens wel al mogelijk, ook daarvan staat een link in de omschrijving. Maar zodra deze officieel is uitgebracht, zal ik hier zeker een uitgebreide video over maken. En alsof dit nog niet allemaal genoeg is, ben ik sinds begin maart ook druk bezig met een hele grote lifestyle verandering. Dat is eigenlijk ook wel het nieuws wat ik het meest spannende vind om aan jullie te vertellen. En dat is namelijk dat ik nu begeleiding krijg van een gewichtsconsulente. Het is geen geheim dat ik al mijn hele leven last heb van overgewicht. Eten, en met name ongezond eten, is voor mij altijd mijn beste vriend en mijn grootste vijand geweest. Mijn frenemy. Ik ben nou wat je noemt een emotionele eter. Mijn jeugd en leven zijn altijd vrij instabiel geweest. Mijn eten was er eigenlijk altijd voor me. En het dient dus wel voor troost in donkere momenten. Maar ook juist om de leuke momenten te vieren. Maar als ik iets heb geleerd de laatste jaren, is dat het leven heel kort is. En dat alleen jij je eigen leven kunt maken zoals je wilt. Zowel een hele moeilijke levensles als eigenlijk ook een hele bevrijdende levensles. Want dat betekent dat je juist de vrijheid hebt om alles te kunnen aanpassen en veranderen wat je maar wilt om zoveel mogelijk te kunnen genieten van je leven. Of het nou begin is met het achtervolgen van je dromen, stoppen met de nicotineverslaving, iets wat ik nu ook al bijna 10 maanden geleden heb gedaan, of de keuze te maken om niet meer constant ruzie te hebben met jezelf als het gaat om eten. Toen ik 1,5 maand geleden voor het eerst sinds jaren op de weegschaal ging staan, was het toch wel even schrikken. Ik woog 97 kilo en ik had een vetpercentage van 60%. Best wel veel, daar heb ik nog steeds heel veel moeite mee. Maar de stap is gezet, de keuze is gemaakt en als ik iets van mezelf heb geleerd de laatste jaren, is dat ik veel sterker ben dan gedacht. Dus deze laatste demon, mijn eindbaas, ga ik ook absoluut verslaan. Samen met begeleiding ben ik nu aan het leren om gezonder te leven. Zowel educatief als spiritueel vliegen er deuren open met allemaal verschillende openbaringen. En ja, ik zit nu inderdaad pas 6 weken in het traject. Maar ook, ik zit toch al 6 weken in het traject en ik hou er nog steeds vol. En daar mag ik ook echt wel heel erg trots op zijn. Gek genoeg zorgt deze lifestyleverandering ook voor het ontstaan van nieuwe hobby's. Ja, ik weet het. Alsof ik niet genoeg hobby's had. Maar ik ben nu dus ook veel meer gaan wandelen. Iets wat Noortje natuurlijk fantastisch vindt. En dan heb ik het over best grote wandelingen van 7 tot 10 kilometer. Iets wat ik voorheen niet eens durfde uit angst om te verdwalen. En ik was altijd heel erg bang dat ik het niet kon volhouden. Maar het gaat eigenlijk best wel heel erg goed. En daarnaast zit ik in een nieuw avontuur als het komt om eten. Namelijk het ontdekken van nieuwe gezonde recepten. En ja, niet alles is even lekker en niet alles lukt meteen. Ik heb ook een paar mislukte maaltijden achter de kiezen. Maar het ontdekken is echt super leuk om te doen en ook heel erg rustgevend. Qua afvallen ben ik er nog lang niet. Gaat het een project worden van zeker een jaar en waarschijnlijk voor de rest van mijn leven. Wel wil ik even benadrukken dat ik niet de focus heb op het verliezen van kilo's. Maar dat de focus ligt op het verlagen van het vetpercentage. En heb ik een focus dat ik niet zoveel ruzie wil maken met mezelf omtrent eten.
en mij er niet zoveel schuldig over hoef te voelen. En ik hoop dat ik door dit aan te pakken ook veel langer en gezonder door het leven kan gaan. En op die manier een paar extra jaren erbij kan pakken. Dus mochten jullie ook meer op de hoogte willen worden gehouden van dit avontuur, laat het dan vooral eventjes weten. En dan het laatste wat ik met jullie wil bespreken, mijn nieuwste collectie. In eerste instantie was ik van plan om mijn nieuwe collectie eind maart, begin april online te hebben. Maar zoals je wellicht hebt begrepen van mijn lange kletsverhaal, sorry dat dit zo lang is. Zoals ik al zei, ik heb echt heel veel te vertellen. Heb ik een beetje veel hooi op mijn vork genomen. Naast het maken van video's alsnog iedere week, ben ik dus bezig met de voorbereidingen van Crea Doe. Ben ik bezig met het maken van het kinderboek en spendeer ik veel meer tijd aan een gezonder leven. Dus het leek mij verstandig om heel even te wachten met het uitbrengen van de nieuwe collectie. In de collectie zitten diverse aanzichtskaarten, natuurlijk diverse stickers en een notitieblok. In principe heb ik alles klaar qua ontwerpen, met uitzondering van één illustratie die ik nog graag wil maken voordat alles aan het drukken kan gaan. Ik hoop dit halverwege mei weer te kunnen oppakken en dan zal ik jullie met behulp van een studiovlogje daar ook weer in meenemen. Maar ik kan wel zeggen dat het ontwerp van de nieuwe collectie echt superleuk is, namelijk planten. Iets wat trouwens ook een nieuwe hobby is geworden, mijn plantenbaby's. Maar daar zal ik het een andere keer over hebben. En mocht je nou ergens tussendoor denken, collectie, heb ik wat gemist? Ik heb een Etsy shop waarin ik een aantal zelf ontworpen producten in de verkoop. Mocht je die nog niet gezien hebben, dan neem vooral daar ook eventjes een kijkje naar. Op die manier steun je mij ook weer heel erg. Maar dat was mijn geklets voor deze video. Hopelijk was het niet al te vervelend of saai of te lang. Maar ik vind het wel echt heel erg fijn dat ik jullie hierover heb kunnen bijkletsen. Mocht je nog vragen hebben over wat ik vandaag heb besproken, stel ze gerust. Ik schaam me nergens voor. En dat kan in de comments van deze video of een privéberichtje op Instagram als je dat liever niet zo publiekelijk doet. Oh, en kijk even hoe snoezig deze illustratie is geworden. Ik vind hem zo tof en cute en lief. En ik wil gewoon heel hard in zijn wangetjes knijpen. Maar dat doe ik natuurlijk niet, dan gaat het papier stuk. Maar jullie snappen het idee. Dit is het resultaat geworden. En ja, hij is toch zo leuk geworden. Het is zo schattig, zo lief, zo snoezig, zo zoet. Zo zomers, nu al. Zonnetje schijnt buiten, dus dat helpt natuurlijk ook altijd een hele hoop. Ja, ik ben hier wel echt heel, heel erg tevreden mee. Laat me weten in de reacties beneden wat jij daarvan vindt allemaal. En vergeet ook niet om een leuke naam te verzinnen voor deze dame. Want ik kom er gewoon nog niet helemaal over uit, dus ideeën zijn heel erg welkom. Ik ben trouwens ook aan het bedenken om hier ook een print van te maken. En dan ben ik ook aan het twijfelen of ik dat wil in A5 of A4 voor in de Etsy shop. Dus als je daar een mening over hebt, laat dat dan ook eventjes weten in de reactie beneden. En ik dacht, misschien is het ook leuk om hier misschien een stickervel van te gaan maken van verschillende elementen hieruit. Geen even dat leuk lijken, laat het ook eventjes weten in de reacties beneden. Ik heb in ieder geval weer een hele hoop met jullie bijgekletst. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie allemaal ervan vinden. En het zal heel erg veel zijn wat ik allemaal heb verteld. En maar ik vond het wel heel erg fijn om weer eventjes met jullie te kletsen. Te vertellen wat er nou een beetje in mijn leven aan de hand is. Waar ik allemaal mee bezig ben. En dat jullie hopelijk ook allemaal enthousiast zijn zoals ik. En op die manier lekker met me meeleven of meedoen of wat dan ook. Vond je de video leuk? Dan zou ik het heel erg fijn vinden als je op like doet. Dan help je mijn kanaal enorm mee. Misschien leuk als je een vriendje of vriendinnetje of familielid of je moeder of je tante of je zus vertelt over dit kanaal. Dat helpt ook heel erg. Abonneer als je het eerder hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag in een video terug volgende week. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens!